Gerard, wat leuk dat je hier weer bent voor Stads TV Berg. Voor een update over hoe we hier in Montferland met de coronacrisis omgaan. Ik ben vandaag alleen. Mijn collega Loes de Roo is er helaas niet bij. We zijn allemaal druk en we moeten onze keuzes maken. Maar er is best wel wat veel te vertellen. En ik vind het hartstikke fijn om te kunnen vertellen dat we heel erg dankbaar zijn en trots op onze medebewoners hier in Montferland. Want we vinden dat in de crisis afgelopen week iedereen hartstikke fijn heeft meegeholpen door gewoon mee te denken, door gewoon zich af te vragen, moet ik wel contact met de huisarts te hebben? En natuurlijk willen we jullie allemaal helpen, maar zonder jullie hulp kunnen we dit echt niet redden. Dus bedankt daarvoor. En zullen we naar binnen gaan? Nou, hier zijn we dan in de praktijk. Ja mensen, het is een hele rare week geweest. Voor jullie, voor ons ook. We hebben allemaal ons best gedaan en het is raar. Maar wat ik al zei, ik ben wel heel blij dat we de medewerker van iedereen hadden. En we hebben deze week wel gered. Ja, we begonnen met een gesloten praktijk eigenlijk. In het begin half gesloten, later helemaal gesloten. De reden dat we de praktijk gesloten hebben is heel simpel. Zo weinig mogelijk patiëntencontact en zo weinig mogelijk kans dat wij, we zitten toch in de frontlinie, dat wij dat virus verder verspreiden. En bijna iedereen heeft dat ook wel gesnapt. Dat betekent dat we het contact met de praktijk naast de gewone manier, dus heel veel mensen hebben toch wel gebeld. Wij hebben als huisarts ook mensen teruggebeld. Onze praktijkondersteuners hebben mensen gebeld. Er is daarnaast via de e-mail veel contact geweest. Het e-consult hebben we al een paar keer genoemd. Kijk op onze website. Dan kun je je ook aanmelden voor het e-consult. En we zijn deze week ook begonnen met beeldbellen. En daar ga ik later nog wat meer over vertellen. Ja, iets anders wat gek was, was dat we hebben gewerkt met het principe van een vieze kamer. Dus dat betekent dat alle patiënten met enige verdenking op corona, al dan niet met luchtwegklachten die we moesten zien, die hebben we dan in één aparte kamer gezien. Alle mensen in dezelfde kamer, maar dan wel in vol ornaat. Dat wil zeggen met een schort en een spatbril en een mondmasker en handschoenen. En daarna de hele kamer ontsmet. Dat kost veel meer tijd dan anders en dat betekent ook dat de capaciteit van onze zorg, die staat wel op scherp. Maar we hebben het allemaal gered. Nou, inmiddels is er ook regionale nieuwe situatie ontstaan. En om dat toe te lichten wil ik even iets vertellen hoe het zit met onze crisiscoördinatie. We hebben namelijk in de regio, dus rondom Doetinchem, hebben een regionaal crisisteam. En die bestaat uit een crisiscoördinator. Dat is Jessica Schenau met als vervangend lid Irene Jansen. Er zitten twee huisartsen in, waarvan onze Norbert Hoogsteder uit deze praktijk de voorzitter is. En er zit er nog een huisarts Ewout van Noord in. De communicatie wordt door Esme Wind gedaan, de pers door Karen Pijnenburg. Er is een medisch directeur die verantwoordelijk is voor het medisch beleid, dat is Erwin Linders. En er is ook een logger, die houdt een notulist, zeg maar, Monique Hetterscheid. Onder dat regionale crisiscoördinatieteam zitten dan de regionale teams. Dus voor de regio Montferland ben ik de crisiscoördinator. En ik zorg er dan voor dat de berichten vanuit het crisisteam onder de huisarts en de huisartsenteams hier verspreid worden. We hebben nu dus regionaal een regionaal coronacrisiscentrum opgericht in Doetinchem. En dat betekent dat er iedere dag, 7 dagen per week, tussen 10 uur 's morgens en 10 uur 's avonds in Doetinchem een speciale post is ingericht voor alle mensen met klachten die mogelijk op corona kunnen duiden en die per se gezien moeten worden. Dat is dus wel een beperkt aantal mensen, maar iedereen die gezien moet worden gaat naar dat regionale coronacrisiscentrum. Dat kan alleen nadat er overlegd is met de eigen huisartspraktijk en de assistente maakt dan na overleg met de huisarts een afspraak in Doetinchem. Alle mensen die thuis gezien moeten worden om medische redenen, dat doen we nog zelf. En ook 's nachts als de huisartsenpost actief is, als er toch een coronapatiënt bij zit, doen we dat ook vanaf daar. Maar tussen 10 uur 's morgens en 10 uur 's avonds is er dus een regionaal coronacrisiscentrum in Doetinchem opgericht. Nou, hier zie je onze voorraad mondkapjes en dergelijke. Je moet het je zo voorstellen, het lijkt heel wat, hè? Dat is niet zo, want we moeten nog weken door en het gaat vrij hard. Maar dit is wat wij nu hebben. We hebben bijvoorbeeld geen schorten meer kunnen krijgen, dus we maken gebruik van
wegwerpbare schilders overal. Dus dat werkt ook. Maar die mondkapjes, daar hebben we nog een aantal van. En een paar spanbrillen. Wat heel fijn, hartverwarmend is, is dat de afgelopen week een aantal mensen ons gebeld of gemaild hebben van ik heb nog mondkapjes, ik wil ze geven. Daar zijn we heel erg blij mee. Wat we vanaf een aantal dagen geleden doen, is dat we die allemaal centraal verzamelen. Want we hebben ze op dit moment dus nodig in dat regionale coronacrisiscentrum. Dus iedereen die een aanbod heeft voor mondkapjes of schorten of handschoenen, wat dan ook, hartstikke fijn. Het verzoek is om ze dan tussen 9 en 5 uur door de week te brengen naar de Amfionstraat 67 in Doetinchem. Amfionstraat 67 in Doetinchem. Heel erg bedankt daarvoor. Ja, nog wat even over hoe het contact met de praktijk gaat. Want wij zeiden al, zo weinig mogelijk fysiek contact. Dat is heel belangrijk om dat nog een keer te benadrukken. Het gaat over het verspreiden van dat virus. We merken soms dat mensen denken van ja, maar ik loop niet zoveel risico. Je moet je voorstellen, iedereen kent dominee D-Day nog wel. Je moet je voorstellen dat je één zo'n domino-steentje bent in een rij. Als jij gezond bent of jong bent, maar je krijgt het virus en je valt om, dan tik je om je heen een aantal mensen aan. En voor je het weet, valt die hele rij domino-steentjes om. En dan hebben we op het eind een gigantisch probleem. Dus daarom is die anderhalve meter afstand en zo weinig mogelijk feestjes, en dat, of helemaal geen feestjes, of via Skype of wat dan ook. Mensen worden creatief, maar zo weinig mogelijk fysiek contact. Heb je toch iets nodig, wil je toch een huisarts spreken of een assistente spreken? We staan gewoon, de telefoon staat open. Maar je moet zich wel voorstellen dat we toch ook wel dat contact willen beperken. Want iedereen is nu heel hard aan het werk om een aantal ernstig zieke mensen te behandelen. Dus we vragen, we doen een beroep op u. Hè, probeer het wat langer uit te zieken. Probeer eerst op thuisarts.nl te kijken of daar de informatie niet staat. En een heleboel dingen zijn lastig, vervelend, maar kun je best nog wel uitzieken. Denk je toch van, ja, maar ik heb een ziekte onder de leden. Ik vraag me af of ik geen risico loop. Ik heb iets gevaarlijks. Bel dan naar de praktijk of maak gebruik van het e-consult. Kijk op onze website www.gphb.nl. Daar staat het allemaal uitgelegd. We kunnen mensen ook nog terugbellen. En we hebben sinds deze week hebben de mogelijkheid om ook te beeldbellen. Dat is nog een pilot. Dat is een experiment waar we al een jaar mee aan het voorbereiden zijn. En we gaan deze week dat uitproberen. Ook daarvoor geldt op de website staat de uitleg. Maar we hebben dus echt straks een paar uur per dag een soort virtuele wachtkamer waar je in kunt gaan zitten en dan krijg je beeldcontact met de dokter. Het principe is heel eenvoudig. Je maakt eenmalig een account aan als je op uitnodiging van de praktijk. En vanaf dat moment kun je op ieder moment dat het nodig is kijken of er een spreker open staat en in de wachtkamer gaan zitten. Wijst zichzelf. Voorlopig is dat deze week is dat even alleen nog voor de huisartsenpraktijk Timmers en de Roo. En we hopen daarna dat het wat breder uitgezet kan worden. Dus dat is een nieuwe mogelijkheid om in deze crisis toch contact met ons te houden. Oké, hey Stad CV Berg, bedankt dat we weer opnames konden maken. Mensen thuis, hou je haaks. Ik wil eigenlijk nog één groep mensen speciaal een hart onder de riem steken. Dat zijn de mensen die nu in verzorgings- en verpleeghuizen zitten. Want die mogen sinds afgelopen dagen geen bezoek meer ontvangen. Mensen, hou je haaks. Een warm hart van ons allemaal. En er is één persoon die ik even wat extra's wil zeggen. Mam, Achie Timmers, hou je haaks, hè. Namens de hele familie. Doeg.